We zijn vandaag bij een van de 600 cacaoplantages van het beroemde chocolademerk Tony Chocoloni. We staan hier naast een cacaoboom. Aan een cacaoboom groeit een cacaovrucht en daar zitten weer dus de cacaobonen in waarvan chocola wordt gemaakt. We hebben hier het eindresultaat van de cacaobonen, die worden gedroogd. Dan worden ze in zakken opgestuurd naar Nederland, zodat Tony Chocoloni de chocoladerepen kunnen maken. Yes! We komen misschien nog. Dat was echt super gaaf. Gewoon om daartussen te staan. Ik wist eigenlijk eerst niet dat het er zo uitzag. Dan zie je dan een soort gelige vruchten. En die mochten we er zelf afhakken. En dan, daarna mochten we ze openmaken. En dan zag je al die pitjes erin zitten. De reden dat wij hier zijn met Edekans is omdat Edekans en Tony Chocoloni samenwerken. Een deel van de winst die Tony Chocoloni binnenkrijgt door het verkoop van de chocoladerepen wordt onder andere geïnvesteerd in het onderwijzen van de boeren. Hierdoor kan de cacaoproductie op een fair trade manier gaan. Naast dat ze samenwerken met Edekans, ook werken met lokale organisaties hier. Die zich vooral bezighoudt met het onderwijzen van boeren. Abokfa legt de boeren uit dat hun kinderen naar school moeten. En dat zij dus moeten zorgen dat ze genoeg geld voor hebben. En dat ze hard moeten werken, zodat hun kinderen een goede toekomst hebben. Ik denk ook, als ik dus nu Tony Chocoloni eet, dat je gewoon terugdenkt aan wat we hebben meegemaakt. Wat we allemaal hebben gezien op die plantages. En dat we het zelf ook hebben mogen plukken. En ik denk dat het wel echt een grote indruk bij ons allemaal achter heeft gelaten.